Welke winkel werk jij normaal? Breda. Oké. Okay. Ja, het is wel leuk, want ik ken Lotte dan ook weer van mijn vorige baan. Oké. Okay. Dus zo is zij er ook weer bij gekomen. Dus. Gewoon one family, hè? Eigenlijk wel, ja. Nou, Lotte. Jij wordt hier het gezicht van de zaak, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Hoorde ik net. Ja, ja. En jij bent ook een van de niet-Brabantse dames in het gezelschap. Ja, klopt. Ja. Ik kom oorspronkelijk uit Goes inderdaad. En ik ben benaderd om inderdaad in Middelburg te gaan doen. Hier zo. Dus de zaak gaat morgenochtend open, op afspraak? Ja, klopt. Maar jij draait nog niet meteen mee in het begin dan? Nee, klopt. Nee, want ik zit nog met mijn oude werk. En daar ga ik eerst het infoquiz goed afsluiten. En dan vanaf 1 juni. Maar we moeten dat nu nog een weekje op afspraak werken. En dan gelukkig vanaf volgende week dan kan je gewoon lekker langskomen. Ja, precies. Werken we uiteraard wel met die deurbeleid, dus maximaal aantal klanten binnen, maar daar kan je gewoon lekker spontaan binnen mee. Maar jij komt nu wel alvast mee kijken om toch te zien hoe het gaat. Want ik denk, ik wil toch wel graag je meepikken van het openen van de winkel. Dus ik heb vandaag gewoon een vrije dag, maar ik denk, dat kan ik wel heel goed spenderen natuurlijk. Dus ik ben een dagje aan meehelpen, echt superleuk. Jij bent wel een ervaren, want je zei net ook toen ik aankwam lopen dat je ook ooit bij Coco hebt gewerkt. Ja, ik heb ook bij Coco hier in Middelburg gewerkt. Ja, en dat had toen ook een filiaal in Goes. Ja, dat klopt. Dus op zich, Middelburg is niet helemaal onbekend. Maar ja, het is voor mij wel een uitdaging, want ik heb verder heel vaak in Goes gestaan. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het hier gaat. Toch weer anders dan mensen, meer toeristen. Ja. En volgens mij ook toch wel heel wat drukker dan in Goes. Ja, ja. Jij zal hier op het moment dat je hier dus aan de slag bent gegaan, dan ben jij hier ook echt alle dagen te vinden. Zeker. Ja, gewoon fulltime. Ja, zeker. Nou, met mijn team natuurlijk. Dus hartstikke heel veel zin in. Super benieuwd. Ja, nieuwe uitdaging. Dus, nou, welkom alvast. En daar zien we elkaar ongetwijfeld wel een paar keer. Ja, lijkt me heel leuk. Dankjewel. Ik doe dat uit los polsje. Dat doe je strak. Dankjewel. Ben je daar speciaal voor ingehuurd of ben jij gewoon een van de creatieveren van het bedrijf? Ik word wel ingehuurd, ja, maar ik ben er in principe altijd op bij. Maar ook altijd bij Shubi? Ja. Nou, dat doe je mooi. Let wel rummen. Goeie kreet. Ja, toch? Maar ja, dit is denk ik niet zo leuk hier, hoor. En jullie zijn het VM-team? Ja, dit. Zeker. En dat staat voor? Merchandise. Dus dat is hoe je het zo neerzet dat mensen het meeste kopen? Of, eigenlijk wel. Ja? Wacht, ja? Hebben we hier zo'n kolom voor dit of niet? Dat weet ik, we moeten even kijken, want we moeten wel even opkomen zo. Ja. We moeten even weghalen. Ik zet hier vast een fles neer, hè? Deze kan ik vragen. Heb je al een goede hand erbij? Anders... Jo, is dat precies weg? Ja. Daar stofjes vandaan. Het ruikt ook echt wel helemaal nieuw. Echt, hè? En jij wordt niet het gezicht van de zaak hier, maar jij bent wel zeer betrokken bij de opzetten. Ja, precies. Bij het opzetten van deze winkel in Middelburg. Om te zorgen dat er een goede baan wordt geleid. En dat het juiste team hier komt te staan. Ja. En daarbij hebben we natuurlijk al hele leuke mensen aangenomen die hier het team kunnen gaan versterken. En dat is gewoon, dat gaat beeldvormen hier in Middelburg. Hebben jullie het team bij elkaar? Is het rond, ja? Ik heb nog wel wat nodig, maar het ligt een beetje aan hoe druk gaat het worden. En wat kunnen we nog vinden? Dus weekendhulp, sowieso takenhulpen vinden we nog heel fijn. Dat ze lekker mee kunnen helpen met de vracht uitpakken. Voor de vakantiewerk natuurlijk, omdat je hier met... Ook welkom. Ja, jij hebt hier natuurlijk altijd drukte. Dus morgenochtend om 9:30 gaan we open. Half tien tot 8:00 s'avonds. Het is nog op afspraak, dus we kunnen bij ons nog een afspraak inplannen. We hebben sowieso 20% korting op de originele prijzen. Met uitzondering van BN's collectie en Mieke. En de eerste 25 klanten krijgen 50% korting. Oké, dus voor de deur reserveren, dat is op zich nog een goed idee. Nou, ze kunnen voor de deur komen, maakt niet uit. Als ze maar een plekje hebben in de ochtend. Precies. Dan kunnen ze kans maken op een kaartje van 50%. Oké, helemaal helder. En dan is er toch nog één vraag, want heel veel mensen zullen Shubi wel al kennen. Maar het is toch de eerste keer dat jullie in Middelburg komen.
Vorige week ook in Goes. In Goes, klopt. Maar heel kort samengevat, want ik dacht als eerste shoe, dat is ook met schoenen, maar dat is eigenlijk juist niet. Nee, want wij hebben in principe dames, heren en kinderkleding vanaf 98, 104 tot 176. Dat zijn maten? Dat zijn maten inderdaad. Dus we hebben van jong tot oud, zeg maar, kan je bij ons shoppen. Je kan voor heel het gezin kan je gezellig naar de shoppie komen. En je wordt totaal door ons aangekleed met al onze personal shoppers.